Wouter Frank, felicitaties. Nieuwe overwinning. Ja, opnieuw powerplay. Opnieuw mooi en knap voetbal. Ja, je hebt alles gezegd. Hè. Ik denk dat we vandaag heel fier mogen zijn. Het was ook een teamprestatie. Het was ook niet... Hey, er zijn altijd uitschieters natuurlijk, maar ik denk dat we hier stonden als een team. Goed voetbal brachten als een team. Met die golen, dat was mooi, mooi om te genieten, denk ik. Ik ga je even op stang jagen, zo win je periodes met dit voetbal, hè? Alsjeblieft. Ik ga je even op stang jagen, zo win je periodetitels met dit voetbal, hè? Daar moeten we niet aan denken, gewoon. Hey, we moeten nu gewoon genieten van vandaag. We hebben de lijn doorgetrokken, zoals we voor de wedstrijd zeiden. En het is nu zaak om dat volgende week terug opnieuw te doen, hè? En met dezelfde spirit, met dezelfde goesting en met dezelfde ingesteldheid. En dan kan je ver komen. Hoe hou je jongens als Tijmon, als Matthijs, De Camargo, hoe hou je die bij de groep? Hoe hou je die tevreden? Ik moet er eigenlijk niet veel bij doen, want uiteindelijk... Clement, Tim, die zijn heel positief ingesteld. Igor ook. Igor is natuurlijk ontgoocheld. Hey, iedereen is ontgoocheld als die speelt, zeker omdat hij vorige week goed ingevallen was. Maar ja, we hadden een bepaald plan voor ogen vandaag. En daar past Togi ook iets beter in, met zijn kwaliteiten. Maar dat wil niet zeggen dat... Dat we dat vergeten van vorige week natuurlijk, maar gewoon te genieten vandaag. En die jongens hebben evenveel waarde, want uiteindelijk op training wordt de basis gelegd van wat je in het weekend laat zien. Nog één ding, Wouter. Bij 3-0, sakkeren en mekkeren op je spelers omwille van de tweede bal, de afvallende bal. Is dat beroepsernst of is dat adrenaline? Of? Is dat adrenaline of is dat beroepsernst? Ah, nee, maar ik vind gewoon dat we moeten blijven opbrengen wat we de hele wedstrijd opbrengen. Van het moment dat je dat laat zakken, krijg je misschien een domme goal binnen of zoiets wat toch een beetje een domper is. Het is altijd mooi als je ook in deze wedstrijden die clean sheet kunt houden. Ook voor Michael, maar ook gewoon voor de ploeg. Het doet gewoon iets meer af. En ik vind dat je gewoon moet kunnen opbrengen dat je tot de 90ste minuut of 95ste minuut moet kunnen gaan. Tim Matthijs, nieuwe winstpremie op zak. Weet je al wat je mee gaat doen? Nee, ik wil er zoveel mogelijk verzamelen. Dat is het belangrijkste. Je staat hier te lachen, het collectief. Ik vroeg het net aan Wouter Franke. De Camargo op de bank, Tijmon op de bank, Matthijs op de bank. Dat is niet evident, hè? Nee, dat is zeker en vast niet gemakkelijk. Hè? Maar het vergemakkelijk natuurlijk als de prestaties gewoon goed zijn. Hè? We zijn een team en iedereen weet waar dat we naartoe willen. En we hebben één doel. En of dat X, Y of Z nu speelt, is op zich niet belangrijk. En ik denk dat dit gewoon goed in de ploeg zit nu. En dat moeten we vasthouden. Want anders, als iedereen voor zijn eigen gaat beginnen denken, dan ga je er als team niet uitkomen. Wij hebben met de volgers van de reeks het er vaak over gehad. Maar ik wil het van jou eens horen. Hoe schat jij de factor engval in voor dit team? Ongelooflijk belangrijk als je het ziet wat voor een wedstrijd dat hij vandaag speelt ook. Die jongen heeft zich goed kunnen aanpassen sinds hij hier was, goed getraind. In het begin veel op de bank gezeten ook. Maar we hadden ook op training al gezien dat een jongen is met kwaliteit en die we geleidelijk aan wel konden brengen. Maar dat hij nu op zo'n korte periode zo sterk al speelt en zo belangrijk is voor onze ploeg, dat hadden we al niet gedacht natuurlijk. Je coach die zit er 94 minuten bovenop. Doet hij dat in de week ook? Ja, absoluut. Het is een heel gedreven trainer. Het moet altijd juist zijn. Hè. Ook al staat het 2-3-0, dan nog eens zijn niet tevreden. En het is gewoon belangrijk dat iedereen gewoon scherp blijft. Want als je het een beetje laat gangen, dan denk ik dat je in die reeks altijd in de problemen komt. Proficiat Tim, morgen fietsen? Morgen zijn we vrij, dus de kans is wel groot.